met de tramtunnel de plannen gelanceerd werden, was natuurlijk een mega project wat in onze ogen wat eigenlijk de binnenstad toch wel heel lang op slot zou zetten. Dus we waren toen de tijd als ondernemer heel erg sceptisch van wat gaat er gebeuren. Uiteindelijk is dat in goed overleg heel erg goed verlopen. Ja, en konden we niet voorzien dat de tramtunnel toen dit allemaal zou gaan bewerkstelligen. Rond de tijd dat de beslissing genomen was, hadden we 22 miljoen bezoekers. Inmiddels hebben we 33 miljoen bezoekers. Dat hadden we nooit gerealiseerd als er niet geïnvesteerd was in die grote marktstraat. Als je met de auto van de Utrechtse baan komt, heb je maar twee verkeerslichten en je bent in het hart van de stad. Maar ook de Randstadrail die nu dus door die tramtunnel rijdt. Je komt aan op het Centraal Station. Je kan willekeurig welke tram pakken. Er zijn vier trams die naar de binnenstad rijden. Ondergronds, luxe, droog. En je stapt uit in de omgeving van Rem Koolhaas. Daarmee ben je niet alleen best bereikbaar, maar ook de first mile en de last mile maak je daarin waar. Maar ook op een manier waarin je gasvrije stad wil zijn. En hoe kan je bezoekers aan de stad beter ontvangen dan dat je in de tramtunnel van Den Haag aankomt. Het feit dat die ontworpen is door Rem Koolhaas en de uitstraling die hij eigenlijk nu van een wereldniveau heeft, maakt deze tramtunnel heel bijzonder, dat je er ook trots op kan zijn. Er is natuurlijk heel veel gedoe over geweest tijdens de bouw, maar dat is allemaal vergeten, want als je ziet wat de uitstraling nu is, is het echt super. Er is een affichegalerij waarin de mooiste affiches van de afgelopen jaren in Den Haag tentoongesteld worden. Maar ook de archeologische vondsten die zijn aangetroffen, zijn in het station ingebracht in de vloer. Er is een heel mozaïek van hardhout gemaakt van de stadsplattegrond in de middeleeuwen. Het is echt heel bijzonder. Toen we met de tramtunnel begonnen, was het vooral ieder voor zich. Het gemeentebestuur was met zijn eigen plannen bezig. De ondernemers deden hun ding. En doordat er dus ook problemen ontstonden tijdens de bouw, heeft dat een soort samenbindend effect gedaan. Zijn we samen op gaan trekken, samen promotie gaan maken. En dat geloof in de stad heeft ons tot deze beste binnenstad gebracht.